Zometeen bij Amazing Discoveries onthult een beroemde haarstylist uit Hollywood al zijn geheimen. Hij laat u zien hoe u de laatste adembenemende kapsels kunt maken zonder dat u de deur uit hoeft. Het Alex Rogan Jet Air Professional Hairstyling System heeft deze frustrerende warboel in een paar minuten omgetoverd tot dit prachtige kapsel. En dan is hier de gastheer van Amazing Discoveries, Mike Levy. Welkom. Het programma van vandaag is voor alle mensen die 's ochtends wel eens opstaan, vlug even onder de douche springen, voor de spiegel gaan staan, föhn in de ene, borstel in de andere hand en wat u ook doet, u weet dat u voortbeschikt bent voor een slechte haardag, weet u wat ik bedoel? En dan ziet uw haar er tenslotte zo uit. En dan worstelt u en krijgt u alleen maar dit. Wat frustrerend. Maar stel u voor dat uw haar er zo uitzag. Kijk eens even, of zo. En kijk eens hoe mooi zij is. Natuurlijk zijn deze kapsels de creaties van de echte stylist. Hij is zelfs de eigenaar van een paar van de beroemdste kapsalons van Beverly Hills en Los Angeles. En als het je lukt om daar een afspraak te krijgen, dan weet je nooit naast wie je terechtkomt. Zijn cliëntel is een beetje de wie is dat van Beverly Hills. Zijn klanten zien zijn salon als hun privé schoonheidsspeelplaats. Maar moet u dit eens horen. Alex Rodin zegt dat met Amazing Discovery van vandaag, die Jet Air Professional Hairstyling System heet, dat iedereen er adembenemend kan uitzien, zonder ook maar één stap buiten de deur te hoeven zetten. Zou dat fijn zijn of niet? Om niet te spreken van het geld dat u uitspaart. En dan is hier iemand om u te laten zien hoe u nooit meer een slechte haardag hoeft te hebben. Verwelkom de haarstylist van de sterren, Alex Rodin. Hallo Mike, alles goed? Hoi Alex, welkom bij het programma. Dit is Rebecca, Mike. Hoi Rebecca, moet je die prachtige krullen zien? Moet je kijken, fantastisch. Ja, ze ziet er nu goed uit, maar kijk eens hoe ze er een paar minuten geleden uitzag voordat we haar met het Jet Air System hadden behandeld. Oh, wat een verschil, maar moet u die prachtige grote krullen zien? Weet je, iedereen hier wil weten hoe je een eind kunt maken aan de slechte haardagen en hoe je zulke krullen krijgt. Laat ons de Jet Air maar zien. Oké, Mike, we gaan eerst een beetje terug in de tijd, zodat ik je de oorsprong van deze krullenrage kan laten zien. Wat is dit allemaal? Dit noemen we de galerij van het krullenverleden, Mike. Oké. Moet je dit hier eens zien? Dit was een van de eerste haardroogsystemen. De motor blies de hete lucht door deze buizen heen en blies dan zogenaamd het haar droog. Is dit een haar? Het lijkt meer op zo'n automatische koeienmelkmachine. En niet zo makkelijk op reis mee te nemen, hè, zo'n droger. Kun je je voorstellen dat je hiermee je haar krult, Mike? Ja, wat is dit? Wat moet u die dingetjes zien? Idioot, vind je niet? Dit lijkt wel iets uit een science fiction film. Idioot. En werkt het nog? Geen idee. Hey, voorzichtig, voorzichtig. Jezelf niet verbranden. Ik zal het even demonstreren. Toen kwamen de krulijzers, Mike. Dit is een van de authentieke krulijzers. Die moest je in de oven doen of boven een vlam houden en dan proberen je haar te krullen. Echt? Toen werd men een beetje slimmer. Hier hebben ze een verwarmingselement in gestopt. Zo'n beetje zoals in een strijkijzer waar je je kleren mee strijkt. Ah, daarom wordt het een krulijzer genoemd, hè? Maar moet je dit zien, Mike? Moet je dit zien? Schroeit het haar. Dat is heet. Toen kwam de krulset, Mike. Ja, dat heeft mijn vrouw ook, ken ik. Die steek je 's ochtends in een stopcontact 20 minuten wachten voordat je het kunt gebruiken. En dan komen we altijd. Kijk, de binnenkant is, Mike. Was. Het verwarmingselement van dit ding verwarmt de was en dan is het de bedoeling dat je je haar ermee krult. Zit er was in deze krulspellen? Inderdaad, Mike, was. En ze zijn iets steeds om aan te raken. Au! Kun je je voorstellen dat je haar probeert te krullen terwijl je met die hete dingen goochelt? Toen kwam de stoomrage, Mike. Dit hier gaat me helemaal boven de pet. Ik werk nu al jaren met haar en ik heb geleerd dat stoom krulhaar kroezig maakt en slap haar slapper. En waar is het zout voor? Je moet er zout in doen, anders werkt het niet. Ja, meent het. Stoom is voor je gezicht en groente. En ook voor het afkrabben van het behang. Inderdaad. Nou, Mike, ik vind het zo leuk dat ik dit met je kan delen en met je kijkers. Het geheim waarvan al degenen die het kennen weten dat ze eruit gaan zien alsof ze zo uit de salon zijn gestapt. Het heet het Jet Air Professional Styling System en het werkt zo. Het hart van het systeem is een unieke warmtekamer waarin de lucht naar binnen wordt gezogen, wordt voorverwarmd en via 64 kleine straaltjes in een patroon van 360 graden naar buiten wordt geperst. De styling is een simpel drie-stapsproces. De eerste stap, schuif een van de speciale hulpstukjes eraan, zoals de Jet Air Curler, en zet het vast met het speciale afsluitmechanisme. De warme lucht begint meteen te stromen en laat het element dat de warmte vasthoudt op, wat het krulproces op gang brengt. De volgende stap is het oprollen van het haar. Kijk wat er gebeurt. De Jet Air stylt het haar van binnenuit. Dat is de 360 graden luchtstroming in actie om het kapsel te creëren dat u wilt hebben. En de derde stap, zet de speciale klem erop. En dat was het dan, Mike. Maar het allerbeste is het resultaat. Moet u die beeldschone krullen zien. Prachtig gewoon.
Alex, wat zijn al deze andere dingetjes? Zoals ik zei, Mike, het is een 4-in-1 systeem. Dit zijn de 4 hulpstukjes waarmee je honderden kapsels met welk soort haar dan ook kunt creëren. Echt? Weet je, ik heb een vraag voor je. Wat ik wil weten is, jij bent een stylist in Beverly Hills. Ik bedoel, de sterren zijn afhankelijk van hem voor een goed uiterlijk. Maar kunnen de mensen thuis dezelfde resultaat krijgen? Thuis dezelfde salon? Absoluut, Mike. Daarom is Jet Hair op deze manier ontworpen. Zodat alle mensen die het gebruiken eruit zien alsof ze zo uit de salon komen. Goed, we geloven je. Maar dit is Amazing Discoveries. Dus hebben we een van onze beroemde Amazing Discoveries uitdagingen voor jou en je Jet Air systeem. Stel klaar. Goed, vlak voor het programma van vandaag zijn we het publiek ingegaan en hebben we wat mensen uitgekozen die genoeg hadden van slechte haardagen. En we hebben ze achter de schermen gestuurd voor de behandeling. Het verschil hier is dat ze hun eigen haar gaan doen met de Jet Air Professional Hair Styling System. André is achter de schermen. André is de artistiek directeur van Alex Roldan Salons. Hallo André. Hey Mike, alles goed? Prima, en met jou? Prima, uitstekend. Nou, je weet het, hè. Je mag deze mensen instructies geven, maar ze moeten hun eigen haar doen. Begrepen, Mike. Je mag geen haar op hun hoofd aanraken, begrepen? Geen probleem. Goed, om ervoor te zorgen dat je dat niet doet, dit is Chuck. Chuck is veiligheidsagent hier bij de studio. En Chuck, ik wil dat je André in de gaten houdt. Hij mag ze alle mogelijke instructies geven, maar hij mag niet aan hun haar komen. Begrepen, Chuck? Begrepen, Mike. Geen één hand. En als er problemen zijn, je hebt de handboeien, hè? Hier zo, Mike. En je weet wat je moet doen, hè?